is alweer bijna Pasen, zoals je kan zien. Leuk! En weet je wat misschien wel grappig is om te weten? Eigenlijk zijn alle eieren ovaal, behalve die van een uil, die is namelijk rond. Ah, echt? Ja, echt. Grappig, wauw. Hè? Hey, maar ik heb op televisie gezien dat je eieren, zeg maar, niet kan fijn knijpen met je hand. Maar hoe kan het dan dat zo'n klein kuikentje, zo, als je nog in het ei zit, dan die schaal kapot kan maken? Oh, maar weet je hoe ze dat kunnen doen? Ze hebben namelijk een soort extra tand. En daarmee kunnen ze vanuit binnen kunnen ze de schaal openprikken. Oh, wauw, wat slim. Dat slim, hè? Ik dacht altijd dat het met een snaveltje was. Nee, het is echt een soort tandje. Oh. Ja. Oh. Ik vind ze daarmee wel altijd een beetje saai uitzien. Kijk, deze zijn wel mooi, maar deze zijn wel een beetje saai. Ja, dat klopt. Maar meiden, daar heb ik iets leuks op verzonnen. Oh? Ja, want de volgende keer gaan we ze gewoon schilderen. Oh, wat leuk idee. Hoe is dat? Ja, dat gaan we doen. Hé, hey, gaan jullie nog wat doen met Pasen? Nou, volgens mij hebben wij optreden staan, toch? Oh ja, dat klopt. Ja, inslag haren toch? Inslag haren. Zeker. Ja, op eerste paasdag. Ja, en daar kan je paaseieren zoeken. Oh, superleuk. Dus zien we je daar? Leuk. Tot ziens.